Jongens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online sessie hier op mijn kanaal. Vandaag is 19 augustus, wat inhoudt dat het opnieuw een donderdag is en dat er dus ook weer een nieuwe auto aan de game is toegevoegd. Dus wat gaan we doen is we gaan de auto kopen, we gaan de auto tunen en we gaan natuurlijk kijken of die geld waard is, de ja of de nee. Dus heb je hier nou zin in? Ram natuurlijk eens kijken, dat lijkt me zo ook heel erg gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. En op het moment dat we ons internet openen en we gaan naar de one and only Legendary Motorsport, dan staat de nieuwe auto op de allereerste plek. Namelijk de Fister Growler voor, let goed op, $1.627.000. Het is opnieuw een sportsauto. Hij is opnieuw achterwiel aangedreven. En als je al een klein beetje naar het plaatje kijkt, dan zie je dat hij geïnspireerd is op een Porsche 918 Cayman. Een hele mooie auto in het echt. En natuurlijk ook een hele mooie auto in GTA 5 online. Maar ik wil hem heel clean houden. Ik wil hem niet over de top gaan tunen. Maar we gaan vanzelf kijken wat de opties zijn. Alle andere auto's die we hebben getuned, die staan hier natuurlijk op een rijtje. Maar de Porsche, die is er klaar voor. De remklauwen zijn zo te zien zwart. Dus dat houdt in dat we de remklauwen waarschijnlijk kunnen gaan meekleuren met de secondary color. En voor nu is het een heel mooi strak autootje. Maar wat kunnen wij ervan gaan maken? We gaan hem tunen in onze eigen autoshop. En we beginnen bij de armor. 45.000, kom erop. Brakes, 31.000, kom erop. En de bumpers. Drie verschillende keuzes, dat is ontzettend weinig. Maar we hebben de standaard bumper, de straatbumper. Nee. De performance bumper, kijk, dit begint er al meer op te lijken. Of de endurance bumper, en die vind ik niet mooi. We gaan voor de performance bumper. Heel makkelijk, maar drie keuzes. De keuze is dan ook makkelijk. Bij de achterbumper hebben we in totaal 6 verschillende keuzes. Het valt allemaal mee qua opties. Maar we hebben de standaard achterbumper. We hebben de achterbumper zonder de reflectoren. De achterbumper met extra ventilatieschafjes. Achterbumper met ventilaties en de reflectoren. Achterbumper met dubbele ventilaties links en rechts. En de achterbumper met dubbele ventilaties en reflectoren. Maar dan ga ik toch wel voor de ventilaties. Maar niet voor die lelijke reflectorlampjes dingetjes. Want dat ziet er gewoon niet uit. $6600 kost dat in totaal. Engine upgrade, die ligt natuurlijk achter in de auto. En we zouden daar een strut brace op kunnen zetten. Maar dat ziet er wel heel raar uit daarachter in de bak. Je kan namelijk de motor zelf niet zien. En die bar, die brace, die zorgt natuurlijk voor dat je auto gewoon goed intact blijft. En niet over de kop gaat. En weet ik veel, gewoon dat je auto netjes recht blijft. Maar hij ziet er wel heel lelijk uit daar waar hij zit. Want je kan ook heel de motor niet zien. Dus laten we die er niet opzetten. We houden gewoon heel erg clean. Engine tuning gooien we natuurlijk wel op 30.000, zodat hij wat sneller is. De uitlaat, 19 verschillende keuzes. Dit begint er al meer op te lijken. We hebben de standaard uitlaat, kaboom, carbon uitlaat, titanium uitlaat, oval uitlaat. En heel veel verschillende keuzes. Maar hij blijft wel, zoals je zelf ook kan zien, op dezelfde plek zitten. Dus we kunnen hem niet veranderen van plek. Maar we hebben wel, we hebben wel heel veel verschillende keuzes. Dus waar gaan we voor? Ik ga voor de aluminium. Laten we een keer gek doen. Ik ga voor de aluminium dual bore uitlaat. $20.000. Maar op zich ziet er wel clean uit. Dit zijn ook wel een van de grootste die je kan kiezen. Dus ik vind ze mooi. Bij de vendors zijn er drie keuzes in totaal. Namelijk de standaard, de extra ventilatielipjes. Of de extra ventilatielipjes in carbon. Maar het past niet echt bij deze auto, moet ik zeggen. Want dan heb je een heel over-de-top ventilatie-uitlaatsysteem. Alleen voor de rest is die gewoon heel erg clean. Dus ik ga dat er ook niet op zetten. Die laten we gewoon standaard. De motorkap zelf hebben we 17 verschillende keuzes voor. Namelijk carbon, een ventilatie-motorkap. Deze is wel clean eigenlijk. Een ridged motorkap. En nog heel veel andere keuzes. Nu heb ik geleerd van een oplettende kijker dat dat gele kapje die eigenlijk hier in de motorkap komt, dat dat ervoor is dat je heel snel bijvoorbeeld benzine erin kan gooien. Dankjewel oplettende kijker daarvoor. Maar de vraag is, voor welke motorkap gaan wij... Oh nee! Alweer rallylampen! Alweer rallylampen! Alleen deze keer zitten ze heel lelijk gemonteerd. Oh, deze zijn er gewoon opgeschroefd. Nee, die zien er echt niet uit. Daar ga ik echt niet voor. Ik denk dat ik ga voor de carbon race fans. Want ik wil namelijk hem een heel clean kleurtje geven. Ik ga nog niet verklappen welke. En daar passen deze wel goed bij. Bij het interieur is de vraag, als wij hem helemaal strippen. Want dit is namelijk het standaard interieur.
Als wij hem helemaal strippen, zien we dan ook het motorblok? Nee, nee, die zien we niet. Die zien we niet, dat verandert niks. Dan hou ik het interieur gewoon standaard, maar wel carbon. En helaas kunnen we hem niet strippen. Dus eigenlijk heel het motorblok zie je niet zitten in deze auto. Dus dat vind ik zelf wel jammer. De deuren kunnen we nog wel helemaal aanpassen. Dus laten we daar dan ook gewoon carbon op gooien. Waarom niet? De stoelen zelf kunnen we ook nog aanpassen. Dan moeten we alleen even kijken dat de riemen niet zo'n lelijk kleurtje worden. Zoals bijvoorbeeld groen. Want gadverdamme, dat past er totaal niet bij. Dus laten we gewoon gaan voor de Ballistic Fiber Sport Seats van $6,688. Het stuur. We hebben natuurlijk het Pfister logo erop zitten. Hou ik ook standaard. Rollcase wil ik er wel in zetten. Maar de vraag is eventjes, er zijn 13 verschillende keuzes voor. Welke rollcase willen we erin zetten? Willen we gaan voor primary color of secondary color? Maar ik ga voor de halve rollcase in primary color. Want dan kleurt hij namelijk mee met de kleur die we de auto uiteindelijk gaan maken. Dan valt hij ook minder op. Maar dan zit hij er natuurlijk wel in. Nu is het wel zo dat deze rollcase eigenlijk alleen de motor beschermt en niet onszelf. Maar dat maakt niet uit. Het is GTA, dus dat maakt niet uit. De lampjes. Gewoon even natuurlijk xenonlampen eronder. Geen neonkit, want dat past er niet bij namelijk. En de spoiler. Er staat ook bij lip spoiler. Maar hebben we dan ook een ander soort spoiler die we nog op kunnen zetten? Want een lip spoiler is natuurlijk alleen maar een klein lipje die je erop kan zetten. Dus bijvoorbeeld een ducktail. Heel klein lipje. En dan zal die vanzelf wel wat groot worden. Kijk, dat bedoel ik. Hij wordt al ietsje groter. Er is een extreme ducktail. Maar dat past er niet bij. Deze auto is heel, heel simpel gewoon op deze manier. Dus we gaan gewoon voor de carbon ducktail 6100. Maar dan ben ik heel erg benieuwd of wij daadwerkelijk ook een grotere spoiler erop kunnen zetten. Maar dan moeten we even afwachten. We hebben sowieso qua liveries hebben we het mooie Pfister logo aan de zijkant. Ziet er wel clean uit. Dan hebben we het Growler logo nog aan de zijkant. Ziet er ook clean uit. Dubbele strepen. Alleen dat past nu niet bij de motorkap die we hebben gekozen. De Pfister strepen. En nog heel veel andere reclames die we erop zouden kunnen gooien. Maar ik ga voor de witte Pfister. Dat zie je nu nog niet zo goed. Maar zometeen als we de kleur veranderen zie je dat wel heel erg goed. Spiegels. Primary of carbon. Laten we die gewoon carbon maken. Waarom niet de plaat natuurlijk black on yellow. En het is allemaal niet heel erg duur hoor, dat tunen kan ik je zeggen. Dus dat valt allemaal wel mee. De splitters kunnen we wel bij de achterbumper aanpassen. Dus als we daar eventjes goed naar kijken. Oeh, kleine vleugeltjes die we daar nog bij kunnen gooien. Maar voor de rest valt het allemaal wel mee. Dus laten we gewoon gaan voor een carbon lip splitter. En ik vind het wel gaaf dat je eigenlijk je achterbumper kan kiezen. En daarnaast nog eens je splitter kan kiezen. En dat kan dus nu ook bij de achterbumper. Maar misschien kan het ook nog wel bij de voorbumper. Roof accessoires. Dan kunnen we een lightbar op gooien. Dat past er totaal niet bij. Oh nee, een roof rack. We kunnen nog een koffer op doen. Dat vind ik eigenlijk wel clean als ik eerlijk ben. In het carbon. Ja, laten we gewoon de koffer opgooien in het carbon. Waarom niet, joh? Sideskirts. Een extended skirt. En heel veel keuzes die we daar ook weer in hebben. Maar eigenlijk vind ik ze allemaal lelijk. Ja, we gaan voor de carbon. Maar ik vind ze voor de rest allemaal lelijk. Splitter shelf. Dat is natuurlijk bij de voorbumper in dit geval. Dan kunnen we nog ietsje extenden. Ietsje groter maken. Zelfs nog veel groter maken. En dan hebben we 15 verschillende keuzes in. Nu vind ik dat vinnetje aan de zijkant eigenlijk wel cool. Nu begint het weer wat lelijker te worden. Dus laten we gaan voor de, eens even kijken, de Carbon GT Race Splitter. Dan verandert het eigenlijk deze Porsche nog wel een beetje in een echte sports race auto. Want voor de rest kan je niet heel veel eraan aanpassen. De spoiler! Ja, ja, dit is de echte spoiler. Oké, wat hebben we daar? Een low level wing. Nu hebben we dus een dubbele spoiler op die manier. Een GT wing, street wing, rally wing, race wing, drag spoiler en de extreme wing. Dat is een beetje too much, denk ik. Deze is wel clean, hoor. Ook met dat kleine spoiler erbij. Ik vind deze wel clean. Dit is de race wing. En voor de rest, alle opties die we erop hebben gezet, die hebben ook allemaal met racen te maken. Behalve de koffer op het dak. Maar dat is gewoon voor de extra sfeer. Zodat je ook je spulletjes mee kan nemen. Maar die race wing vind ik wel goed bij passen. Dus daar gaan we voor. 14.000 kost dat in totaal. De sunstrip kunnen we erop zetten. Dan hebben we ook heel veel verschillende keuzes. Maar eigenlijk, oeh, al is deze nog wel clean. Vind ik dat er niet echt bij passen. Nee, laten we gewoon standaard houden. Gewoon een standaard normaal raam, dat we tenminste alles kunnen zien. De vering zelf, lager aan de grond. Lager, lager, lager. Ja, gewoon op zijn laagst. Dat kan namelijk bij deze auto. Ziet er meteen ook veel strakker uit met die wielkappen. Taillights. Oh! De achterlampen kunnen we van kleur veranderen. Oh, dat is wel sick. Dat vind ik wel cool eigenlijk. Neon light glass, $13.000.
Laten we er gewoon voor gaan, joh. Dat vind ik wel cool. Transmission erin, 36.000. Turbo erin, 45.000. Fans. Dat is de zijfans, zoals je kan zien. Die zou nog carbon curve. Kijk, dan wordt die ietsje groter van aan de zijkant. Is wel clean. En ook nog in het carbon kunnen maken. Dus dat doen we ook. En dan de ramen nog blinderen. De wielen uitkiezen. Al zijn de standaard velgen wel sick. Alleen het probleem is, bij standaard velgen kan je de kleur niet aanpassen. Ah, dat is zo jammer, hè. Bij de velgen heb ik gekozen voor de Los Speed 10 van $13.000. Want die staan ook helemaal, eigenlijk zelfs nog een beetje buiten de band. Zoals je kan zien, hij steekt nog een beetje uit. En deze lijken ook redelijk op de standaard velg die eronder ging. En die vond ik mooi. En nu kunnen we natuurlijk wel het kleurtje aanpassen. Want wielcolor kunnen we nu gewoon carbon zwart doen. Kijk eens aan. Kost ook maar $513. Natuurlijk gooien we er ook nog eens bulletproof tires onder. Zodat als we worden beschoten, dat we daar geen last van hebben. En de tiresmoke maken we ook nog eens zwart. En dan hebben we eigenlijk alles aangepast aan de auto. Behalve de kleur. En voor de kleur, let goed op, heb ik gekozen als primary color carbon zwart met een zilveren pearlescent, zodat hij een klein beetje shined in het zonlicht. En voor de secondary color heb ik gekozen voor race geel. Wat inhoudt dat ten eerste de remklauwen geel zijn. Ten tweede het accentje op de koffer geel is. De houder op het dak geel is. Maar ook het interieurkleurtje een geel accent erover heb. En dat past allemaal heel, maar ook echt heel erg goed bij elkaar, vind ik zelf. En dan ook nog eens natuurlijk de livery die we nu zien staan in het wit. Dus ik vind het zelf een hele mooie, bescheiden, maar wel weer race Porsche Cayman geworden. Wat we gaan doen, is we gaan de garage verlaten en dan gaan we heel veel rijen opzoeken. Gaan we de auto's met elkaar vergelijken, gaan we een race doen en alles erop en eraan. Dus op naar buiten. De onthulling van Ryan zijn auto. Daar komt hij aan, hoor. Oeh, wat heb jij ermee gedaan, joh? Zo, wat heb jij ermee gedaan? Yo, oké, deze zag ik even niet aankomen, joh. Zo. Hij is kleurrijk, hè? Oké, hij is wel heel erg kleurrijk. Wil je een kleine uitleg over geven? Waarom heb je die lampen gekozen? Waarom heb je die spolen gekozen? Waarom heb je die livery gekozen? Ik ben heel erg benieuwd. Ja, wauw. Ik dacht, wat een mooie livery. Laten we hem in de spotlight zetten. Ja, eerlijk. Helemaal zwart en dan die livery erover. Ik vind hem echt wel clean. Maar waarom heb je voor die rally bult gekozen? Voor die koplampen en dat soort dingen? Ja, voor de spotlights. Oh, ik snap hem, voor de spotlight. Ja, 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 ik snap hem. Oké. Ja. Ik vind hem clean. Ik vind hem eerlijk. Ik vind hem clean. Nice. Oké. Oké, ik ga die van mij erbij halen. Ja? Blijf staan waar je staat. Ik ben heel erg benieuwd hoe je die van mij vindt. Die van mij is totaal anders gewoon, maar ook echt totaal anders. Oké. Nu ben ik weer heel erg benieuwd. Ik verwacht hem groen of zo. Groen of zo? Ja, weet je het zeker? Ja. Hallo. Heeft er ook gewoon een koffer op? Tuurlijk, jongen. Moet je kijken wat voor auto het is geworden, bro. Ik heb gekozen voor een carbon zwart met een geel accentje. Dus alles, de remklauwen, de koffer, het interieur is allemaal geel. Echt wel heel erg clean, deze ook. Mooi. Dank u. Kijk eens, alleen de koffer vind ik echt zo mooi. Nee, maar kijk. Het is nog heel veel vakantie. Mensen in Nederland hebben nog vakantie. Dus ik dacht, die koffer die past daar goed bij natuurlijk. Ja, alleen dat gele randje van die koffer vind ik niet zo mooi. Jawel, nee. Let op als ik de deur openmaak. Wacht, laat me de deur openmaken. Kijk. In de auto zelf is het ook geel, zie je dat? Dus overal komt dat geel terug. In de remklauwen komt het terug. Daarom vind ik dat wel heel erg clean. Alleen het nadeel aan deze auto, je ziet het zelf ook al, vind ik dat je heel de motor niet kan zien zitten. Je kan de motor ook niet aanpassen. Je ziet gewoon letterlijk een zwart doek eigenlijk ervoor hangen. En de kofferbak, of in dit geval de frontbak, die is ook gewoon leeg. Dat vind ik... Zit je nou mijn auto kapot te maken? Ja. Wat is dit nou weer? Ja, ventilatie. Oké, dank je. Dan kan de motor goed afkoelen achterin, hè? Ja. Ik moet je zeggen, ik vind die voorbak vind ik wel clean gemaakt. Alleen het is toch jammer dat je de motor niet kan zien zitten. Dat vind ik wel een minpuntje. Wat we gaan doen is, we gaan wel even een race tegen elkaar houden om te kijken of deze auto ook wel gewoon goed op de weg is. Nu moeten we nagaan, het is een Porsche en de meeste Porsches in deze game slippen heel simpel weg. Omdat het allemaal achterwiel aangedreven sportsauto's zijn. Dus ik denk ook wel dat dit hetzelfde geval gaat zijn. In totaal is het 2,7 kilometer na het vliegveld. En mogen de beste winnen, Ryan. Mogen de beste winnen. Oké, jij. Daar gaan we. Let's go. Zet daar even mijn lampen. 1. Go! Oké, ik ben benieuwd of hij snel wegslipt. Hij is 1,6 miljoen. Dat is vergelijkbaar. Doei, Ryan. Dat is vergelijkbaar met de andere Porsches in de game. Maar
elke Porsche slipt zo makkelijk weg. Dus hoe is dat? Oké, okay, hij slipt een beetje door met remmen. Hoe is dat bij deze Porsche? Tot nu toe rijdt hij wel clean? Nou. Ja, jij kan gewoon niet rijden, dat is een ander verhaal. Ik draai nou maar echt in twee. Ik vind hem serieus lekker nu hoor. Nou. Tot even een beetje wiebelen met de bochtjes. Ja, dan gaat hij wel, maar je kan hem wel onder controle houden. Hij gaat op zich wel, maar hij is makkelijker onder controle te houden, vind ik zelf, dan de andere Porsches. Oh, sorry auto. Ja, je moet nee, de eerste Porsche GTA, de Comet, vind ik het beste. Nee, die is bij lange na niet meer het beste, nou. Nee, hij slipt niet weg. Die slipt ook weg, hoor. Pas maar op wat je zegt. Pas maar op. Ik denk niet dat dit echt jouw auto is, zoals ik het zo zie. Oké, ik ben nu ook gecrashed. Nou, nee, niet echt. Maar gaat weer goed. Ik heb nog heftig zo'n auto nog in GTA die echt voor mij is. Ik heb de Kalahari. Ja, maar weet je wat een auto voor jou is, Ryan? Dat is gewoon een auto die zichzelf rijdt. Dat is gewoon een nieuwe soort Tesla of zo. Dan kan jij er wel in rijden met autopilot. Ja, ik ben even een stuntje aan het doen. Kijk wat een mooie landing toch weer. Ja, en dat is en ondanks dat ik die stunt heb gedaan, heb je me nog niet ingehaald. Nee, ik heb ook die stunt gedaan. Nee, die heb je helemaal niet gedaan, bro. Oeh, de remmen zijn wel wat aan de slechte kant, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik moet je zeggen, qua voor een Porsche... Nee, Ryan. Niet op het einde. Ah, jij viezerik. Nee, jij viezerik, ouwe. Jij viezerik. Ik moet je zeggen, voor een Porsche, eerlijk is eerlijk, ik vind hem goed rijden, ik vind hem lekker rijden, maar hij slipt nog steeds, omdat het een Porsche is, redelijk snel weg in de bocht. Dus als je een bocht maakt, laat je gas los en geef pas weer gas als je echt gewoon de bocht door bent, want anders kan het heel snel fout gaan. Maar laten we een kleine drag race in deze auto doen, Ryan, en daarna halen we eventjes de andere Porsche bij die we eerder al hebben getuned. Om te kijken welke sneller is. Moeten we wel even opletten dat we bij de voertuigopties hem op... Moet ik even kijken. Op default zetten. Dan gaat hij ietsje omhoog, maar dan is hij wel even snel. Ben je klaar voor Ryan? Nee. Nee? Niet. Dan heb je nog een paar seconden om er klaar voor te zijn, want de granaat is gegooid. Pap! Oh, jij hebt snel rechts mogen houden? Hij heeft bijna geen wielspin. En dan ga jij dit sowieso winnen, omdat we nu in precies dezelfde auto zitten. Alleen wat ik dan wel wil doen, is ik wil heel veel race tegen elkaar houden op dezelfde manier als nu. Alleen dat jij hem op lowered zet. Kan je dat voor me doen? Ja. Want dan kijken we even hoeveel sneller dat is, zeg maar, als je hem op lowered zet. Oké, dan gaan we dat even proberen. Dan moet ik wel wat sneller reageren, want mijn reactievermogen was nu echt super traag. Gewoon gas geven, niet remmen of whatever, daar komt hij. Granaat gegooid. Hoeveel sneller is Ryan? Ik had nu een snelle reactievermogen, maar als het goed is, moet jij zo meteen in gaan lopen. Oh. Ja, dan komt hij klein beetje, Maar het valt heel erg mee. Het valt wel mee hoor, op lowered. Want jouw wegligging is nu zoveel slechter dan normaal gesproken namelijk. En nu heb ik hem op default even staan. Nee, dat is het probleem als je hem op lowered zet. Je auto is net iets sneller, maar het verschil zoals je ziet is wel heel erg matig. Alleen op de rechte stukken ben je net iets sneller. Je topspeed is net iets meer. Alleen de bochten kom je niet meer door. Oké. Ik heb een idee, Ryan. Ik blaas heel eventjes deze auto op. Of ik breng hem gewoon naar de garage. Dat kan ook. Nee, ik vind het zonde. Ik vind hem mooi, dus ik blaas hem niet op. Opblazen. Nee. Ik blaas hem niet op. Moet je helemaal verder heen, hè? Return. Zo. Ik heb hem niks naar de garage gebracht. Zo doen we dat. Wat een service in GTA. Hier staan we dan. Maar ik heb wel de Fister Comet S2 erbij gepakt. En deze auto, let goed op, is in totaal $200.000 duurder als je hem gewoon zo rechtstreeks wil aanschaffen. Qua looks weet ik niet welke ik mooier vind. Ik denk eigenlijk die van jou, want die van jou is volgens mij net iets korter. En dat vind ik net iets mooier eigenlijk bij een Porsche. Maar dat maakt verder niet uit. Het enige waar het op draait is dat die $200.000 duurder is. Maar de vraag is die ook sneller? Dus ben je er klaar voor, Ryan? Ja. Oké, daar komt hij. Ja, ik gooi weer opnieuw weer een granaat. We hebben beide onze auto op default veering staan. Oh! Alleen ben ik sneller. Ja, ik ben sneller. Ik loop uit. Wacht maar. Het verschil is minimaal. Ik loop nog steeds heel langzaam uit. Hij is net iets sneller. Nee. Ik loop nog steeds uit. Kijk maar. Het verschil is $200.000 en qua snelheid is het verschil 2 kilometer. Dat is eigenlijk gewoon het simpelste. Qua handling zelf, ja, het zijn beide Porsches, ze slippen beide weg omdat alles op de achterbank zit.
Maar als ik hier even snel een bochtje mee pak, ik check het heel veel uit. Want ik heb net natuurlijk in de nieuwe gereden, nu in de oude. Dus voel ik dat deze sneller wegslipt of... Nee, ze voelen heel erg hetzelfde, man. Kijk maar hier, hij doet ook hetzelfde als je gewoon zelf expres gaat wegslippen. Ze voelen heel erg hetzelfde aan. Dus het is maar net, ben je een fan van de Porsche 992 of ben je een fan van de Porsche 718? En daar moet je eigenlijk je keuze op baseren welke visser of welke Porsche je wil kopen. Maar voor de rest... 007. Jij? Voor de 007 ja. Jij? Ja. Voor de James Bond ben jij? Ja. Nee, er zitten op dit moment heel veel Porsche in de game. Koop degene die het mooiste vindt. Ze zijn allemaal ongeveer even duur. Ze hebben allemaal bijna dezelfde performance. De ene is net iets sneller, maar de andere stuurt net iets fijner. En ja, de verschillen zijn heel, heel erg klein, maar ze zijn allemaal prijzig. De nieuwe kost 1,6 miljoen. Degene waar ik nu in zit kost 1,8 miljoen. En dan met tunen erbij extra 300.000-400.000 denk ik, zoiets. Dus het is allemaal ontzettend duur. Maar koop de Porsche die jij zelf het mooiste vindt. En ik moet je zeggen, is de nieuwe Porsche geld waard? Is de nieuwe Porsche geld waard? Ik vind hem cool. Alleen qua customizations opties valt hij wel een beetje tegen. Die koffer is wel leuk. Die rallylampjes zijn wel leuk. Ligt eraan voor wat voor bult je gaat. Maar voor de rest valt het allemaal wel mee. Dus maak de keuze zelf. Ik heb hem in mijn garage staan. Ik ga hem zeker weten ook laten staan. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Dus als jullie hebben genoten, ram dat natuurlijk tussen elkaar op like. Dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer. Vergeet niet te abonneren op Rijs kanaal voor nog meer. En dan zeg ik met een boom, tot de volgende keer. Oh, dat gaat daar niet. Bye bye.